Giel, welkom. Welkom bij Team Rockstars On Demand. Leuk om jou hier in de studio te hebben. Wij gaan zo meteen stilstaan bij CosmosDB. Wil je eerst iets over jezelf vertellen? Ja, dankjewel Koen. Ik ben Giel. Werkzaam als developer, al ongeveer 9 jaar nu. In de .NET Azure hoek. En op dit moment werkzaam bij GS1. Standaardisatieorganisatie waar we een datakwaliteitsplatform gebouwd hebben. De EAN-codes. Klopt, ja. Op welk product kan je ze vinden? Ja. Leuk. Leuk. Hobbies? Technologie is echt wel een hobby van mij. Ik vind het altijd leuk om te leren. Je zal me niet zo snel zien programmeren, maar meer de kennis vergaren. Wat is dan een technologie waar je van onder de indruk bent? En dan mag je niet zeggen CosmosDB of aanverwante artikelen, maar echt dat je denkt van wow, dit gaat nog wel iets worden de komende jaren. Alles wat alles weg abstraheert wat moeilijk is. Ja. En dan zeker de cloud en serverless. Ik vind het leuk om de complexiteit te begrijpen, maar ik vind het nog mooier als we daar niet te veel last van hebben. Dus daar ben je groot voorstander van, cloud, serverless-achtige zeker. Ontwikkelingen? Ja. Nice. Nou ja, dat is het bruggetje hè, naar CosmosDB. Klopt. Want daar ga je ons vandaag meer over vertellen. Wat is CosmosDB? CosmosDB is de database-oplossing die Azure biedt wanneer je op zoek bent naar een serverless NoSQL-oplossing in de cloud. En deze oplossing die maakt het zo makkelijk mogelijk voor jou om een database te beheren op wereldwijde schaal. Waar je dus eigenlijk bijna niks merkt van al die complexiteit. Wow, dat is wel een zinvolle in één keer, Michiel. Dus ik moet er eens even over nadenken. Het is een database-oplossing, hoorde ik je zeggen. NoSQL, hoorde ik je zeggen. En cloud, hoorde ik je zeggen. Klopt. Oké, wat betekent dan NoSQL? Een NoSQL database. En dan is het wel interessant om te kijken naar die term SQL. Staat voor Structured Query Language. En dat is eigenlijk niet waar het om gaat. Het gaat er meer om dat het geen relationele database met tabellen is. En niet zozeer over die query language die je gebruikt om de data te bevragen. Je bevraagt hem nog steeds met SQL. Ja. Ja. Dus het gaat meer om hoe is de data gestructureerd. Dat is heel anders. En het is niet één soort oplossing. We zien het hier ook. Er zijn een aantal categorieën aan dataformaten die vallen onder NoSQL. Key-value oplossingen. Ja, jij zegt, we zien het hier ook, maar je zit naar het onderste stuk van het scherm te wijzen. Ja. Ja. Klopt, ja. En het belangrijkste, of de meeste, waar je voornamelijk aan denkt, zijn de document-databases. Dat is degene waar het meest aan gedacht wordt bij NoSQL-databases. Ja. Maar in wezen zijn een heleboel categorieën en zelfs een graph-database wordt onder NoSQL geschaard. Ja. Eigenlijk alles wat niet SQL is. Ja. Ik ken er 3 van de 4. Column Family, die ken ik niet. Dat is iets wat volgens mij bij Cassandra is een voorbeeldoplossing die zo ingericht is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem zelf nog nooit toegepast heb, deze type NoSQL database. En de andere 3 wel? Of welke is je favoriet? Of alleen de documenten? Nou, de waarde zie je wel echt daar bij documenten. Want de key value store is echt heel plat en simpel. Daar heb je weinig uitdagingen. Ja. Maar die is ook vaak niet geschikt voor heel veel oplossingen. Ja. Omdat dit te simpel is. Duidelijk. En dan zei je ook van joh, het is een database oplossing in de cloud. Klopt. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat je niet meer bezig bent met hoe run ik de database. Je zegt tegen het Azure platform, ik heb een Cosmos database nodig. Je geeft hem een naam en dan ben je eigenlijk alweer bijna klaar. Terwijl in het verleden met een SQL database die je zelf on-premise runt, natuurlijk eerst virtuele machines moet inrichten, moet nadenken over hoeveel je nodig hebt en hoeveel complexiteit zelf allemaal moet gaan toepassen. Ja, hij draait in de cloud en het is een database oplossing en het is zelfs een serverless database oplossing. Klopt. En dat is eigenlijk ook hetzelfde aspect. Je hebt niet te maken met de machine die erachter zit, niet de opslag, niet de compute power. Je denkt eigenlijk alleen in termen van hoeveel heb ik nodig. Dus hoeveel opslag en hoeveel power wil ik hebben of wil ik in ieder geval naartoe kunnen opschalen. Ja,
Hoe druk je dat dan uit? Kijk, opslag snap ik, hè? En hoe druk je performance dan uit? Cosmos DB heeft een model waarbij ze een metric genaamd resource units gebruiken. En die vertalen zich naar de echte achterliggende resources. Maar kun je ook makkelijk meten in standaard queries. Dus bijvoorbeeld een standaard read-actie is één resource unit. En een write-actie is altijd minstens 4 keer zoveel, omdat er gewoon een stuk meer achter zit. Hm. En wanneer weet je dan of je database goed performt? Dat vind ik wel echt spannend bij serverless. Klopt. Performance is nog steeds iets waar je over na moet denken. Ja. Je kan zelf kiezen hoeveel je klaar wil hebben staan en hoe ver hij kan opschalen. Dus hoeveel resource units hij mag gebruiken, want daar word je ook op afgerekend. Dus je kan een bandbreedte kiezen waarbinnen die kan bewegen. De onderkant betaal je zo en de bovenkant betaal je als die maximaal benut wordt. En die bandbreedte die kan je opschalen of verschuiven eigenlijk als je... Als blijkt dat je meer nodig hebt, omdat je steeds tegen die max aan zit. En die max die definieer je, dus dat schaalt vanzelf mee? Ja, je definieert alleen de max. En daar hoort dan een standaard onderkant weer bij van die bandbreedte. Daarbinnen kan die zelf bewegen, maar als de max omhoog moet, dan daar moet je dus wel op letten. Dat je max moet kunnen... Ja, maar wat bedoel je dan mee? Hij kan daar binnen de min en de max, kan hij zelf bewegen. Hoe besluit hij dan om te gaan bewegen naar minder of meer resources? Dat doet hij puur op het gebruik. Zodra het gebruik oploopt, dan gaat hij ook heel snel omhoog bewegen. En daar merk je ook eigenlijk geen vertraging in. Ja, en waarom? Want ik zit na te denken, zou je dat op... Kijk, als het heel veel gebruikt wordt, maar dat stel het zijn redelijk lichte queries, dan is de performance nog goed. Dus dan hoeft hij feitelijk... Ik zou verwachten dat hij op moet gaan schalen op het moment dat hij niet snel genoeg kan antwoorden. In principe wordt die, zoals ik heb een oude oplossing op één machine, zit de machine vol en dat heeft dan effect op alles. Ja, ja. Maar in de cloud werkt het anders. Daar wordt dat wat niet kan, wordt tegengehouden. Dus als er meer gevraagd wordt dan de maximale resources die je zou willen gebruiken, dan zegt hij tegen een deel van de request, zegt hij gewoon nee, geen ruimte voor om jou nu te behandelen. Ja. En de rest gaat gewoon door. Ja. Zodat inderdaad wat wel gebeurt altijd goed met dezelfde performance blijft gebeuren. Ja, ja. En hoe, want je had het net over afrekenen. Reken ik dan af op die performance of reken ik af op hoe betaal ik Azure? Ja, dat is dus gekoppeld aan die resource units. Dus die bandbreedte die je instelt, daar betaal je sowieso de onderkant van. Dus als je dus een bepaald aantal resource units altijd beschikbaar wil hebben, dan betaal je daar per uur voor. En aan het einde van de maand betaal je dus totaal ook... Wat je nog extra gebruikt hebt. Ja. Ja, die bovenkant is ervoor bedoeld dat je ook niet te ver uit de kosten gaat lopen. Klopt. Ja. En als ik dan een database oplossing heb en ik, heel het jaar heb ik daar 0 queries op gedraaid. Hè, maar het is wel een gigantische datastore. Dan hoef ik niks te betalen. Klopt. Maar dan moet je wel een ander model kiezen. Ze hebben een bandbreedte, die heb ik net benoemd. Ja. Maar ze hebben ook nog eentje, die noemen ze de serverless, serverless model. En daarbij betaal je niks als je niks gebruikt. Er zijn wel een aantal nadelen bij die. Als je die kiest, kan je niet zo wereldwijd helemaal... gedistribueerd en opschalen. Dus dat is wel echt voor oplossingen waar je het over iets kleiner oplossing hebt. Ja. En waarom zou ik wereldwijde distributie, waarom zou ik dat willen hebben? Die database die in Nederland staat, die kan toch van overal van het internet bevraagd worden? Hij kan bevraagd worden, maar het internet is ook niet zo snel als het licht per se. Ja. Dus je wil zo dicht mogelijk bij je gebruiker zitten, om over zo min mogelijk knooppunten eigenlijk heen te moeten. Ja, dat is het doel van een gedistribueerde oplossing. Database in dit geval. Ja. Ja. Oké, okay. Interessant. We hadden hier een aantal NoSQL oplossingen.
Je zegt, je bevraagt dat gewoon met SQL. Ik kom nog wel uit de traditionele hoek, laat ik dat maar bekennen. Dus ik vind het best wel lastig van, hoe werkt dat dan? Hoe wordt die data dan opgehaald en hoe haal je dan goede performance? Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe werkt dat nou bij NoSQL? Nou, dan heb ik het specifiek wel over de Cosmos-oplossing. Bij Cosmos zit er een heel geautomatiseerd schalingsmodel achter. De data is gerepliceerd over een aantal nodes. En die nodes die kunnen gewoon on the fly bijgeschakeld worden. En dan zorgt de hele laag eronder, die zorgt dat die data dan ook over die nodes weer verdeeld wordt om beschikbaar te zijn. En een traditionele SQL-database is zoiets met opschalen van nodes, is een proces waar je echt wat van merkt. Een node bijschalen kost tijd, afschalen kost tijd. En bij Cosmos merk je daar niks van. Dat doet hij op tijd, wanneer je dat nodig hebt. Ik stop documenten in die Cosmos database. Ken ik die structuur dan? Of is het gewoon eigenlijk de Ctrl-F-functie die ik dan op die database loslaat? Moet ik dat zo zien als NoSQL? Snap je wat ik bedoel met Ctrl-F? Dus zoeken, heb ik gewoon van, joh, zoek, geef maar alle documenten waar Koen in staat, bijvoorbeeld. Is dat een voorbeeld van een SQL-statement? Ja, in dat opzicht is het de basis niet anders dan bij SQL. Je vraagt nog steeds van, geef mij dit element, dit document dan, of een deel van het document. Waar je bij SQL gewoon vraagt om een aantal rijen. Ja, maar je zegt wel, kijk, je moet in medewerkers kijken. En geef mij alle medewerkers die Koen heten. Dus je weet, je duidt heel erg in een relationele database, je duidt heel erg in welke tabel of kolom je moet kijken. Hoe werkt dat hier dan? Ja, dat heb je niet inderdaad. Dus je kan het wel groeperen in containers, maar binnen container kan je in principe nog steeds allerlei soorten data opnemen. Ja. In principe wordt er niks afgedwongen door de database. Dat is aan je applicatie hoe je ermee omgaat. Dus een medewerker en zijn manager, die kunnen allebei gewoon een document zijn in dezelfde container. En het document moet dan duidelijk zijn, waar gaat dit dan over? Ja, ja. En is dan een container een type? Van type documenten? Een bepaald type documenten zet ik in die container neer? Moet ik dat zo zien? Dat is een keuze die je kan maken. Je zou dat op die manier kunnen opsplitsen. Maar zeker in een kleinere oplossing kan je ook gewoon alles in één container doen. En dat hangt ook vanaf hoe je de data gaat gebruiken en gaat opvragen. Dus. Wat zijn andere manieren dan om de besluit te nemen van, joh, dit zijn twee verschillende containers? Het kan soms handig zijn om wel inderdaad één type data in die container te stoppen, omdat je dan gewoon duidelijkheid hebt. Omdat je gewoon duidelijke functionele doelen hebt die niet direct aan elkaar te koppelen zijn. Ja. Maar het kan ook zijn omdat je een andere keuze wil maken op het gebied van de settings die binnen zo'n container toegepast kunnen worden. Want je kan een aantal dingen indexeren en je kan nog een partitionering aangeven. En die is natuurlijk niet gelijk voor alle soorten data. Ja, mooi dat ze dat containers noemen. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, verwarrend, dat ze dat containers maken. Zeker. Ik had er zelf nog nooit zo over nagedacht, maar nu ik aan containers van... Ik heb meer van dit soort praatjes, dan hebben we het ook over containers en dan hebben we het over iets totaal anders. Dus ik vond dat wel grappig. Oké, dus betekent dat NoSQL oplossingen, dat de relationele databases gaan vervangen? Nee, zeker niet. Gaat nooit gebeuren. Hm. Nee, een heleboel oplossingen hebben echt een relationele database echt nodig. Dat past bij de oplossing. En dan heb je het over oplossingen waar je gewoon een hele strakke structuur hebt. Waar je veel verschillende tabellen hebt die je wel heel structureel wil beheren, maar ook in je queries wil gebruiken. Ja, dus het is net ook hoe de data tot je komt. Als je die via data entry tot je kan krijgen, dan is het misschien wel heel interessant om het ook gewoon relationeel op te slaan. Ja. Ja. Dus je kijkt gewoon naar de software die je moet maken, dan neem je een besluit, SQL of NoSQL. Klopt helemaal. Ja. Je moet inderdaad of een combinatie van. Of niet? Zeker. Ja. Zeker. Kan heel goed. Cosmos DB kan je ook zien als meer een soort tussenlaag voordat je data echt opslaat. Dus bijvoorbeeld een cache-oplossing of een indexeringsoplossing naar data die op een andere plek staat. Dat soort doeleinden is Cosmos ook heel geschikt voor. Ja, oké, dus je zet de documenten in Cosmos DB en daarna op een of andere manier verwerk je die documenten toch nog tot een relationele datastore.
Ja, bijvoorbeeld de oplossing waar ik nu aan werk, gebruiken we Cosmos als een indexerings- en real-time status opslagmechanisme. Terwijl we daarnaast nog SQL als een data warehouse oplossing gebruiken voor datapresentatie. Ja, ja. Ik zit erover na te denken. Cosmos DB is een NoSQL serverless oplossing. Hebben we dan ook een SQL serverless oplossing? In naam is er eentje. Maar die is niet zo serverless, gaan we zeggen, als bijvoorbeeld Cosmos is. En dan heb je het over dat die echt in een eventarchitectuur moet passen. Dus bij Cosmos kan je, wanneer iets binnenkomt, kan je subscriben op het event dat er iets veranderd is. Kan je weer als je functie laten aftrappen. Ja. Dat soort dingen die kunnen daar niet op die manier. Plus dat je ook nog wat meer merkt van op- en afschalen. Omdat bij SQL het caching mechanisme binnen de database heel belangrijk is. Ja. Het is niet helemaal te verbergen. Ja, ja, ja. En is dat een, wat jij zegt, is er eentje, doet een beetje geheimzinnig? Ik heb nog geen naam gehoord. Zit die in Azure of is dat iets anders? Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, in Azure, die heet SQL Serverless. Ja. Hij heet SQL Serverless en hij is niet helemaal serverless. Hij is serverless in de zin dat je niet zelf met een machine bezig bent. Maar hij heeft niet zo ver weggeabstraheerd als bij Cosmos, ja. de onderliggende aspecten. Ja. 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 Ik vind dit een mooi verhaal, hè, Cosmos DB, maar ik heb mijn database al. Kan ik dan toch nog iets met Cosmos, als ik al een bestaande database oplossing heb? Jazeker, als het een database is die ook een NoSQL database is, dan kan je migreren. Ja. In een aantal gevallen, bijvoorbeeld MongoDB en Cassandra, kan je zelfs je applicaties hetzelfde laten, omdat Cosmos DB die API kan of ook heeft, dus eigenlijk nabootst. Oké, okay. Oh, nice. Nice. En waarom zou ik willen migreren naar MongoDB? Waarom is Mongo beter dan... Of waarom is Cosmos beter dan sommige andere oplossingen? Cosmos DB is op het gebied van het schalen over de hele wereld. Ja. En daar dat wegabstraheren voor jou als beheerder. Wel een van de beste die je kan krijgen. En MongoDB en Cassandra zijn oplossingen die ontstaan zijn eigenlijk in de tijd dat cloud nog niet helemaal de standaard was. Ja. En Cosmos DB is begonnen in 2015, als ik goed heb. Dus het is echt nog een van de nieuwere systemen. Ja, ja. Tijdens jouw introductie zei je al van, joh, ik ben wel behoorlijke Azure-man. Is er een Cosmos DB in een andere cloud? Ja. Uiteraard heet die niet zo. Maar Dynamo DB bij AWS heeft in principe dezelfde propositie. Op een aantal details. En die kunnen relevant zijn. Bijvoorbeeld het feit dat die Cosmos DB zo flexibel inzetbaar is op verschillende manieren, verschillende API's. Dat bieden ze niet. Hm. Maar het gemak is wel vergelijkbaar. Ja, ja, ja. Dus DynamoDB is vergelijkbaar met Cosmos DB. Ja. Ja, nice. Als we een serverless database hebben, betekent dat we helemaal geen DBA'ers meer nodig hebben? Mensen die database beheren? Ja en nee. Je bent niet meer bezig met schalen en alle problemen die daar soms wel bij komen kijken. Maar je hebt nog steeds een database waar data in zit, die misschien wel een keer gemigreerd moet worden omdat het datamodel net iets anders is. Of er moet opgeschoond worden. Of je wil de kosten laag hebben en je gaat kijken van wat is nou een winst die je kan pakken door het net iets anders te gaan gebruiken. Dus je hebt wel mensen nodig die er heel veel van af weten, die daarmee om kunnen gaan. Maar het is zeker geen fulltime job meer. Nee, het wordt steeds minder onderhoud. Ja. Maar je moet, ja, duidelijk, duidelijk. Laatste vraag. Wanneer zou ik echt Cosmos DB moeten overwegen? Het belangrijkste is denk ik als je echt wil schalen. Daar is het echt onderscheidend in ten opzichte van... Ja, en dat bedoel je, die wereldwijde dekking. Hè? Want je kijkt weer naar het wereldkaart. Die wereldwijde dekking, goede performance, zorgen dat... Ja, het is eigenlijk een combinatie. Wereldwijde dekking, van je kan plekken dicht bij de gebruiker zetten. Ja. Plus dat die per plek waar die staat ook zo makkelijk schaalt. En dat bedoel je dus ook als je dus als je veel schaalbaarheid nodig hebt, naar boven en naar beneden toe. Dus als je niet eenzelfde vraag hebt, dan moet je zeer serieus Cosmos DB overwegen.
Ja. Dankjewel. Juist. Nou, dank voor jouw uitleg, Magiel. Dankjewel. Tot de volgende keer.